We hebben de afgelopen 2 jaar hebben we corona gehad. Ik moet zeggen, fijn dat het weer kan. Fijn dat het weer mogelijk is om dit soort zaken te kunnen vieren. Met elkaar weer gewoon lekker een feestje te kunnen maken, een biertje te kunnen drinken. Maar ik wil ook even stilstaan bij iemand die ons het afgelopen jaar in maart jongsleden helaas op veel te jonge leeftijd, op 57-jarige leeftijd, is ontvallen. En jullie weten dan dat ik het heb over een echte metworster met een rood-wit hat, Peter Arends. 11-11-2011, en dat is niet gelogen, dat was echt de datum dat ik hier het stokje van hem overnam. Ik was toen 11 jaar, ook dat is niet gelogen, lid van de Raad van 11. Hij was toen adjudant in het eerste jaar dat ik hier bij de Metworst kwam. Dus het is iemand dat ik hier heel veel heb samengewerkt. En dan heb ik het nog niet eens zozeer over het feit dat hij in 2008 de jubileumprins was. En ook dat hij de grondlegger is geweest van de ex-Haldersen, de oud-prinsen adjudanten van de Metworst. En ik denk dat het gepast is om vanavond hier even stil te staan bij zijn heen gaan. Dus ik zou jullie willen vragen om even te gaan staan. We hebben een hele mooie foto van Peter weten te vinden in de tijd dat hij jubileumprins was. En jullie weten dat hij een motto had en dat hij ook altijd met een vaste deun hier het podium opkwam. En het lijkt mij gaaf om dat nummer nu even heel kort te laten horen. Peter, deze is voor jou. Dank jullie wel.